Oh, jongens, Grookey gaat evolueren naar zijn volgende fase. What? Wat vet. What up, other pappers, appelflappers? Yo man, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan verder met Pokémon Sword and Shield. En in de vorige video heb je kunnen zien wie allemaal de gymleaders zijn in Galar. En nou ben ik heel erg benieuwd, welke gymleader lijkt jou nou het tofst? Dat is de vraag van de dag. En mij persoonlijk lijkt Nessa wel heel cool. Want ik heb altijd wel van water Pokémon gehouden en van trainers die vol voor water Pokémon gaan. En Nessa lijkt me gewoon een toffe chick. Anyway, we krijgen een giftje en die gift komt van de chairman, van Rose. Oh, we krijgen de flying taxi, dus we kunnen nu gewoon lekker overal naartoe vliegen waar we willen. Dat is super handig, dan hoeven we niet zoveel meer te lopen. Als we op de X-knop drukken, kunnen we naar de town map en dan kunnen we overal naartoe. Eens eventjes kijken hoor. Go, gym challenger, do your best. Ik zal zeker mijn best gaan doen, lieve mensen. Dat gaat helemaal goed komen. Eens even kijken waar ik nu naartoe moet. Kunnen we alleen vliegen naar plekken waar we al zijn geweest natuurlijk. En nu moeten we hier naar Turfield toe. We zouden hier naartoe kunnen vliegen. Zullen we dat doen? Laten we even een stukje vliegen. Yo, oké, gelukt. Oh, hallo. Daar ben je. Ik was al aan het wachten. Laten we even gaan battelen, jij en ik. Yo, maar ik moet wel eerst even chillen, man. Ik moet eerst even kijken of mijn Pokémon goed zijn. Oké, mijn Pokémon zijn goed. Dan ga ik straks starten met Yamper. Oké, hop. Nu ben ik er wel klaar voor. Ja. Je bent ook weer klaar. Je hebt er weer zin in. Ja, let's go. Oké, dan. Pokémon trainer Hoppy stuurt er een Wooloo uit. Ik wil ook nog steeds een Wooloo. Waarom kom ik nou nooit een Wooloo tegen? Man. Jongen. Oké, ik ga hem eerst nuzzelen. Want nuzzel, dat is een aanval waarmee ik sowieso mijn tegenstander paralyze. Hij is niet heel sterk, maar Wooloo wordt nu sowieso geparalyzed. Dus dat is denk ik wel handig. Want Wooloo is op zich best wel sterk hoor. Ja, even kijken hierop. Wooloo is best wel een sterke Pokémon. De manier hoe hij tackelt, dat gaat echt... dat gaat hard. Kijk, komt hij weer met een tackle. Hoppa. Nou, oké, 6 HP eraf. Misschien is de Wooloo van Hop toch niet zo sterk. Gaan we hem klaren? Hij is gewoon de hele tijd niet geparalyzed, jongen. Jij geluksvogel. Come on! Pak hem. Bite. Go. Ah, net niet. Nu is hij flinched. Nog ineens geparalyzed. Hij is geflinched. Maar nu is hij... Ah. Ik dacht serieus gewoon dat we hem hadden, hè. Gebruikt hij een potion. Doe eens normaal, man. Laat me je Wooloo's lopen. Of geef me. Beter, geef me gewoon je Wooloo. Ik heb nog een Wooloo nodig, man. Geef me jouw Wooloo. Goed bezig, Yamper. Go. Nog één keer. Hij doet weer een growl. Dan ben ik benieuwd of we hem nu hebben. Of dat Wooloo echt nog één HP'tje overhoudt. Dat kan, hoor. Dat zou zomaar kunnen nu. Ah, lekker. We hebben hem. Sorry, Wooloo. I love you. Hoppakee. Lekker veel XP'tjes erbij. Yamper en Nickit een leveltje omhoog. Rookie die wil even een nieuwe move leren. Dat mag in plaats van leer, want dat is toch nutteloos. En Grookey groeit ook alweer naar level 15, jongen. Oké, nu krijgen we te maken met Sobble. Ik kan proberen Sobble met Yamper te verslaan. Alleen Sobble is level 14 en ik ben al half dood. Ik denk dat Sobble ook sneller is. Kom op, Yamper. Overleef het. Waterpistool. Kom op, overleef het. Lekker. Oké, hij overleeft het wel. Wij doen nu even nuzzel. Ja, nee, dit doet veel te weinig pijn. Ik heb echt even mijn Grookey nodig. Yamper, kom terug. Grookey, pak Sobble. Dit is zo'n schattig aapje, jongen. Ik vind hem zo cute. Dat geluidje wat hij ook maakt. Echt zo... Het is echt briljant. Oké, Grookey. Razor Leaf op Sobbles hoofd. Boom. Goodbye, Sobble. En daar gaat hij. Arme Sobble. Daar krijgen we denk ik ook wel lekker veel XP voor. Ja. Yamper en Nickit leveltjes omhoog. En nu moeten we tegen Rookie D. Oké, daar heb ik dan eigenlijk mijn Yamper voor. Maar die is bijna kapot. Ik ga Tjoodle een kans geven. Go, Tjoodle. Oké, Tjoodle heeft echt nog maar 3 moves. Laten we gaan voor waterpistool. Rookie D de pack. Tjoodle, hoe is het met jouw defense? Heb je een goede defense? Oké, we doen echt elkaar precies evenveel damage volgens mij. Maar nu gebruikt hij geen aanval. Dat is wat chill. Hij doet even leer. Wij bijten gewoon keihard door. Oké, bite is beter. Sowieso door een waterpistool. Is bite sterker dan? 60? Ja, bite is wel een stukje sterker. Pak hem! Bam! Yes! Het einde van Rookie D. Je hebt wel leuke Pokémon op. Dat moet ik je wel nageven. En we hebben Hoppy verslagen. Precies wat ik heb verwacht van mijn rivaal. Weet je wat? Ik geef je een van mijn League cards. Ik denk dat je zo goed bent dat je dat wel verdient. Nou, thanks man. Hey, we gaan lekker naar Modestoke City, man. Oh nee, we zijn in Modestoke City. We gaan naar... Hoe heet het, dat stadje ook alweer? Turfield. Let's go. We mogen hier naartoe. Hallo meneer. Heb jij iets voor mij? Heb jij een cadeautje? Nee? Oké, ik wil alleen tegen mij praten. Oké. Yo! Hier is de Zigzagoon. Huh?
Matchup! Ik loop opeens blijkbaar toch tegen een matchup aan. Ja, maar die wil ik helemaal niet. Laat me even wegrennen. Ja. Zigzagoon! Jij bent super awesome. Go, Yamper! Oké, laten we gaan proberen Zigzagoontje te pakken, jongens. Ik vind die Galarian Form Zigzagoon zo vet. Laten we hem pakken. Hoppakee, geparalyzed. Misschien is dit al genoeg gewoon om een pokeball te gooien. Misschien wel. Nu die geparalyzed is, ik ga het gewoon proberen. Pak hem! 1, en 2, en 3, en... Hoppakee! Lekker man! Zigzagoon in de pocket! Nice! Choodle en Dottler gaan een leveltje omhoog. Nu moet ik dus beslissen voor wie die in mijn team gaat komen. Eigenlijk weet ik het al. Voor Nickit, sorry Nickit, maar volgens mij ben je gewoon niet zo'n hele goede Pokémon. Deze mogen we trouwens ook vangen. We zien hier gewoon een Gossifleur. Deze ken ik uit de trailers. Gossifleur! Ik moet je wel eerlijk zeggen, dit vind ik niet een hele toffe Pokémon. Dit is niet helemaal mijn ding. Gewoon zo'n plantje en ik vind zijn evolutie ook niet zo heel tof. Die hebben we natuurlijk ook al in de trailers kunnen zien. Oh, lekker dan. Hij heeft wel een goede ability blijkbaar. Oh, ga je ook nog zingen? Ga je me gewoon in slaap sussen? Ja, lekker dit. Nou ja, dan gooi ik maar gewoon een pokeball. Ik kan toch niet veel anders. 1, 2, 3. Zijn ze nu gewoon nog zo makkelijk te vangen? Hoppa, die hebben we ook te pakken. Ik ga Gossifleur alleen niet in mijn team doen, want we hebben natuurlijk gewoon al een Grookie. En volgens mij is Gossifleur ook een grastype. Weet ik niet 100% zeker, dat gaan we nu zien. Ja, het is een grastype. Dus deze gaat naar de box. Sorry, Gossifleur. We houden het even bij dit team. Alright, ik heb even mijn Pokémon geheeld, want ik had er nu natuurlijk twee die half dood waren. Laten we even battelen met deze chick. Die zegt, jij was bij de openingsceremonie, toch? Ja man, die openingsceremonie was zo tof. Ga het even checken in de vorige aflevering. Als je het niet gecheckt hebt. Oh, en doe even een blauw duimpje omhoog, jongens. Zou ik super leuk vinden. Hoe meer duimpjes we krijgen, hoe harder we kunnen gaan. En vergeet sowieso niet te abonneren als je van deze video geniet. Anyway, we gaan hier even een Vulpixie pakken. Vulpixie gooit een Ember. Oh, en we zijn gelijk weer burned, joh. Laat me nou eens met rust met al die status conditions. Moet dit nou echt zo hard tegen hard gaan? Waarom werkt mijn paralyzation nooit? Ze kunnen gewoon elke keer een move doen. Dat is niet eerlijk. En ik ben natuurlijk keihard burned. Ja, dit is wel even minder, jongens. Hoppakee, bijt hem. Hij doet tilt. Tailwhip boeit me helemaal niks. Ik ben benieuwd of we deze Vulpix nog met Yamper kunnen gaan verslaan. Want ik vraag hem af, jongens. Nou ja, als we een flintje en als hij nu weer geparalyzed is. Nee, hij doet weer quick attack. Nou, misschien kunnen we sowieso nog wel met Yamper verslaan. Ik denk het wel eigenlijk. Dit moeten we kunnen halen, jongens. Ja, lekker. Bite. Hoppa. Goodbye, Vulpix. En dat was het alweer. Doei. Oké, Yamper, jij mag even chillen nu, ja. Zal ik Zigzagoon eens even op 1 zetten? Even kijken of die Zigzagoon wat kan, jongens. Ik zie hier een Trubbish. Toch wel heel vet dat je de Pokémon nu ook gewoon zo ziet lopen. Ja, sommige zie je dus niet. Oh, wauw, een Mudbray. Ja, die mag ik niet vangen. Hij mag in ieder geval niet in mijn team komen. Oh, is level 13 ook. Ik denk niet dat ik dat ga winnen. Ik ga toch even switchen naar Grookie. Hij doet even een Rock Smash op mijn bakken, hoor. Wil je alsjeblieft even normaal doen, Mudbray? Hier, ik heb een Razor Leaf voor jou. Alsjeblieft, dikke doei. Houdoe en bedankt, jongen. Hoppakee, Grookie level omhoog naar level 16. En betekent dat iets? Ja! Dat betekent dat Grookie gaat evolueren. Oh, jongens, Grookie gaat evolueren naar zijn volgende fase. Wordt hij al een mega aap? Wat? Wat vet. Kijk, we staan met zijn stokjes op twee poten nu. Nou, hij ziet er wel nu een stuk stoerder uit. En hij heet Thwacky. Yo, Thwacky is wel een baas hoor. Ja, ik ben wel tevreden met deze tweede evolutie. We gaan gelijk een nieuwe aanval leren, namelijk Double Hit. Nou, dikke prima. Doe maar in plaats van Scratch. Alright. Oh, hallo. Hallo mevrouw. Schoolgirl Hannah gooit een Pantchum. Pantchum is wel echt een vette Pokémon. Dit is trouwens de battle tussen zwart-wit. Zien jullie het? Volgens mij heb ik echt amper aanvallen trouwens. Ik kan Lick proberen. Ja, dat gaat heel lang duren. Ik denk dat ik even moet wachten met Zigzagoon tot ik hem echt ga gebruiken. Tot hij wat beter aanvallen kent. Want dit schiet nog niet op. Pantchum is paralyzed. Rookie D, jij mag het even afmaken, man. Jouw pack gaat sowieso super effectief zijn. Dus come on, Rookie D. Lekker. Oeh, Circle Throw is altijd best wel een sterke aanval. Hier, hij is not very effective. Maar hij doet toch best wel pijn. En dat zorgt... Oh nee, Zigzagoon is weer terug. Oh, dit werkt toch helemaal niet. Laat me gewoon battelen met Rookie D. wat doet hij nou weer? Hou ze op. Jij vervelende man. Oké, Thwacky. Wil jij hem anders even een lesje leren? Go, Thwacky. Wat een baas. Kijk, nu doet hij wel tackle. Dan kan ik hem nu gaan slopen met Razor Leaf, denk ik. Gooi hem. Hoppakee. Nice. Zigzagoon en Rookie die zijn beide een level omhoog. Zigzagoon naar level 12. Kijk, die wil nu Headbutt leren. Dat is nice. Dan heeft hij in ieder geval even een fatsoenlijke aanval voor nu. Oké, en hij is ook verslagen. Ondertussen hebben er best wel wat Pokémon al pijn. Oh, hier loopt gewoon een veel...
Oh, daar rende een Vulpix. Ja, ik mag hem niet gebruiken in mijn team, maar wel super tof. Die Gossifleur die zoekt me echt op. Ga weg, ga weg. Oh, daar loopt ook nog een Stunky. Ik ga gewoon even cheaten nu. Ik loop gewoon even door. Hoppa. Hey, Gym Challenger. Je zag er goed uit tijdens de openingsceremonie. Maar waar is Hop? Ja, die is alvast even een stukje vooruit gerend natuurlijk. Dat doet Hop altijd. Sonia wil ons iets gaan vertellen. Die zegt, zie je dat gebouw daar? Dat is van het bedrijf waar Chairman Rose de eigenaar van is. Oh ja, het ziet eruit als een mooie fabriekie. Daar roepen ze energie op. De chairman is verantwoordelijk voor de Galar-regio. Hij geeft iedereen energie in deze regio. En Sonia vindt de chairman nogal een briljante gast. Oh, we krijgen een escape ropey. Thanks, Sonia. Oké, ik moet weer verder. Mag ik weer verder? Oh, je hield ook nog even mijn Pokémon. Dat vind ik super aardig van je. Oké, let's go. We gaan verder, jongens. Go, 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 go. Oh, wat? Oh, deze kennen we ook vanuit de trailer. Deze vond ik super tof. Deze vond ik echt heel leuk. Dit is een Rolly Collie. Hij heeft onder zich heeft hij zo'n band. Ja, Twacky sloopt hem natuurlijk helemaal de moeder nu. Dat gaat hij nooit overleven. Het is een steentype Pokémon. Nee, ja, dat gaat hem niet worden. Maar hij heeft dus een band onder zich. En daarmee kan hij rollen. Dus vandaar de naam Rolly Collie. Het is een houtskool Pokémon. Ik vind hem echt vet. Ja, die wil ik eigenlijk ook wel in mijn team hebben. Wat wordt dit moeilijk? Welke moet ik nou uit mijn team doen? Welke moet ik nou in mijn team doen? Ik wil sowieso die Rolly Collie wel in mijn team hebben. Ja, en als ik dan naar mijn team kijk. Ik vind Yamper ook leuk. Ik vind Rookie die tof. Ik ben benieuwd wat die Bug Pokémon gaat worden. Dottler. En ja, Chewtle is eigenlijk ook best wel leuk. Ik denk dat ik weet wie ik eruit ga doen. Ik ga gewoon een Pokéball gooien. Waarschijnlijk kan ik hem toch wel vangen. 1. En 2. En 3. Ja, die komt wel. Die komt wel. Oh nee! Nee joh, hij ontsnapt gewoon. Hou eens op met je smackdown. Laat me jou gewoon eens even vangen, Rolly Collie. Doe eens even normaal. Nu wel. 2. En... Wauw. Oké, je wil het blijkbaar zo spelen. Ik ga nog wel even een waterpistooltje op je hoofd doen dan. Doet hij weer smackdown? Kom op, mag ik hem raken alsjeblieft? Ja, nu mag ik hem raken. Oké, nu gaan we hem vangen, toch? Kom maar, Rolly Collie. Nu is het wel klaar, hè? Kom maar gewoon... Hè? Wat is met deze Pokémon? Moet ik per se een Great Ball op je hoofd gooien dan? Wil je alleen in een Great Ball? Wil je het echt zo spelen, Rolly Collie? Beter kom je nu gewoon in mijn team. Juist. Nice. Man, wat doe jij moeilijk, joh. Dottler groeit naar level 13. En ook Chewtle groeit naar level 13. En daar is Rolly Collie. En dit vind ik echt een baas. Deze gaat in mijn team. En dan komt die, ja, in de plaats van Rookie D. Ja, het doet wel een klein beetje pijn. Rookie D was natuurlijk mijn eerste Pokémon die ik ving in Galar. Maar ja, je moet wat. Er zijn zoveel nieuwe Pokémon. Voor de volgende battle heb ik even Dottler op de eerste plek gezet. Want ik ben toch wel benieuwd naar Dottler, jongens. Nou hoop ik niet dat zij een vuurtype Pokémon heeft. Want dan hebben we een probleem. We kunnen natuurlijk gewoon Struggle Bug doen tegen Purloin. En dan gaan we eens kijken hoe sterk Dottler is. Zijn aanval is wel een klein beetje geweekend nu door Purloin, maar dit gaat lekker, man. Dit gaat lekker. Volgens mij is Dottler wel een baasje. Purloin doet scratch. En wij gaan lekker doorstruggelen. Hoppakee, en dan is het klaar. Lekker, man. Dottler. Eens even kijken of we deze Squawet ook kunnen nakken. Met Confusion is natuurlijk ook best wel een leuke move altijd. We hebben 3 keer Confusion nodig om Squawet te slopen. En dit is nummer 2. Bam! En dit is nummer 3. Hoppakee. Later. Dat meisje zei, dit is zo gemakkelijk. Ik wilde je alleen maar mijn Pokémon laten zien. Oh, dat is echt erg. Oké, hoeveel berries liggen er? 5 berries. Ik ga nog meer schudden. Nice. 6 berries. Oké, nu, dit is genoeg. Dit is genoeg. We moeten niet te gierig worden. 6 berries is voldoende. Dan gaan we hier nog even deze TM pakken. Beedup. Ja, dan gaan we door. We hebben hier zo net super tof Pokémon gevangen. Rolly Collie. Ik wil even eigenlijk niet met jou battelen. En ik wil ook even niet met jou battelen. Maar of ga jij mijn Pokémon healen? If you want to heal a Pokémon, there's nothing like setting up your camp and cooking. Here, you can add this berry in the pot. Zullen we nog even gaan koken? We gaan even naar het Pokémon kamp. Kijk ze dan. Oh, die Zigzagoon is zo cute. Twacky loopt daar achterin. Daar zijn mijn andere Pokémon. Oh, we kunnen met ze spelen. Oh, ja, Dottler, kom. Kom spelen. Oh, maar dat duurt echt super lang voordat hij hier is. Hier, Dottler. Wil je niet gewoon deze Pokéball pakken? Dottler is zo langzaam. Kijk hem nou rustig aan chillen, joh. En Chewtle, die kan er niet langs. Chewtle, kom. Breng me de Pokéball. Oh, zo cute. Hier, hier, Dottler. Hier, kom spelen. Dit is zo tof. Wil maar. Oh, wow, wow, wow. Je komt ook... Oh, je komt me gewoon aanvallen. Is dit een training voor jou? Oké, laten we even gaan koken. Laten we even een zootje berries erin gooien. Hier, 5 oranberries, 2 cherryberries, 2 persimberries en 1 petcha berry. We gaan even chef special, jongens. Oké, mogen wapperen, jongens. Lekker wapperen. Kom op. Harder wapperen. Harder wapperen. Ik zie al sterretjes, hè. Ik zie sterretjes zijn meestal goede dingen. Ik zie al sterretjes uit die pan komen. Ik krijg een lamme vinger hiervan, jongens. Ja, het is een aardig vuurtje. Oké, nu mogen we roeren. Oh, laat... Oh, oh. Oh, kijk hoe snel we roeren, jongen. Mop. Lijkt een Max Verstappen wel, jongen. Roer. Roer sneller, broer. Broer, roer. Broer. Roer. Ja, dit ziet eruit als best wel een aardig ingrediëntje, jongens. Ik weet het niet, maar het ziet er goed uit. Al die sterretjes, dat stemt mij positief. Ik ben benieuwd. Kijk ze allemaal. Ze zijn allemaal blij, jongens.
spice curry. Oh, wow. Waarom was dat ene bord zo leeg? Ik had zoveel berries erin gedaan. Oké, we hebben de Wobbuffet class. Ik weet niet of dat goed is. Mijn Pokémon krijgen in ieder geval experience points. En hun HP is weer voor de helft vol. Bedankt jongens, het was gezellig. 58, 88 experience points. Nou, helemaal mooi. Zigzagoon is een leveltje omhoog. En met het kamperen sluit ik deze aflevering af. Jongens, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je van Nintendo en Pokémon houdt. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!